Dames en heren, welkom bij de eerste aflevering van Foundation. Dit is een ongelooflijk vette citybuilder. Ik ben er onwijs blij mee. De game is nog in alpha, dus nog lang niet alles is speelbaar. En het is allemaal nog een beetje oppervlakkig, maar tegelijkertijd ook al heel diep. Tenminste, de potentie die deze game heeft, is echt insane. Dit is precies wat ik altijd al heb willen doen. Het is een citybuilder dat zich afspeelt in, noem het maar, de medieval tijd. Ik, de creator hier, ben de landlord. En ik heb geld te veel waarschijnlijk en ik ga een stadje bouwen. En een kasteel voor mezelf. Natuurlijk, daar gaat het om. Nee, het is heel tof. Laten we gewoon beginnen. Ik ga het helemaal bij het begin starten. Ik heb al een flinke stad gebouwd. Die kan je op mijn kanaal zien in een soort super timelapse. En ik ga met die kennis, dat was mijn eerste stad, ga ik een tweede stad bouwen en kijken of we het iets anders kunnen doen en of daardoor ook de stad er iets anders uit gaat zien. Ik neem aan van wel. Zoals jullie zien zitten we op een versie van 0.2.1.0717. Dat betekent dus dat we nog lang niet bij release zijn. Over de release gesproken. Aankomende oktober verschijnt deze game op Steam Early Access. Dus dit is puur nog een alpha. Deze kan je spelen. Als je dat wil doen, kan je naar de website gaan die ik beneden in de description link. En daar kan je de alpha inclusief de game kopen voor €40. Ik vind het al de moeite waard. Dus als je een City Builder fan bent, koop het gewoon. Het is echt iets... Ik vind het wel iets nieuws. Maar goed, laten we beginnen. Balancing. Ik vind het helemaal top. Ik weet niet wat het betekent, maar ik weet dat ik een map kan kiezen tussen coastal of hills. Ik heb de vorige keer aan de kust gezeten, dus ik ga nu in de heuvels zitten. Kunnen we een extra mooi kasteeltje bouwen op een heuvel. Ik zeg start the game. En let's go. Kijk wat we deze keer gaan zien. Het is een random generated map, voor zover ik het begrijp. Of dat wordt het. Ik weet het niet. Dat durf ik niet te beloven. Hello, my lord. Welcome. Nou, dit is een beetje een tutorial. Hoe je moet bewegen. Het is erg basic. Laten we het ook gewoon bij de basic beginnen bij WASD. Ga je gewoon heen en weer. Je scrolt met het muiswieltje met E en Q. Kan je draaien en met je muis of je middelmouse button ingedrukt. Of je scrollwiel ingedrukt. Kan je zoomen en draaien tegelijkertijd. Wat je allemaal wil. Ik moet even niezen. Ja, I'm sorry. En we gaan door. Eigenlijk is opgezet, is heel simpel. Jullie kennen Koningin van Catan? Nee, het lijkt een beetje op Koningin van Catan, vind ik. Alleen dan natuurlijk veel interactiever. Maar goed, het gaat erom dat wij ergens beginnen met bouwen. En dat kunnen we kiezen door hier een gebied te selecteren. We kunnen de hele map één gratis stuk genereren. Een taal, noem ik het maar even. Ja, ik ga voor deze. Of misschien wel voor deze. Ik denk dat het toch goed is om hier te beginnen en uit te bouwen naar deze kant. Ik zie hier meer potentie in voor een city center. Oké. We hebben een quest gekregen. Build a village center. Nou, dat zou niet zo moeilijk zijn. Alle minuutjes zijn erg klein. Dat komt omdat ik op een behoorlijk hoge resolutie speel. 1440p. En dat schaalt helaas nog niet mee. Dus het is erg klein. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Hier staat in ieder geval een hamertje waar ik buildings mee kan maken. En dat is er op dit moment één. Dat is ook onze eerste stap. De village center. Dat is een klein wagenhuisje waar... Nou, een wagenhuis. Een paar dozen. Waar we gewoon mee kunnen beginnen. Ik zet hem even op een praktische plek neer. Ik wil naar deze kant uitbouwen. Dus het lijkt me verstandig dat we ons... City Center hier ergens neer gaan zetten. Dat we geen last hebben van de mijn hier en dat ze rustig bestjes kunnen gatheren. Ik zet hem gewoon precies hier neer. Papam. Die bomen kunnen wel beginnen hier. Let's go. En de muziek start, eindelijk. Heel goed, dat vind ik fijn. Natuurlijk. We hebben nu een nieuwe quest, want onze eerste quest hebben we gehaald. De Village Center, jee. We moeten een profit gaan halen van 500 per week. Op dit moment hebben we 0. Dat gaat wel een klusje worden.
Eens even kijken, een lumbercamp. We moeten uiteraard hout gaan hakken. Ik zet hem hier neer. Een gathering hut wil ik ook. Die zet ik hier neer. En wat mensen ook graag willen is wat water. Zetten we hier ook maar neer. Ik bouw alvast best wel veel, omdat ik weet dat er gewoon veel nodig gaat zijn. Gathering Hut, Berry Market. Die kan straks, als we alles hebben gemaakt. Maar goed, we krijgen nu een negatief inkomen van min 60. Dat is hartstikke vet. Dan is er iets wel unieks, maar ook niet helemaal in deze game. Het werkt vaak anders in dit soort games, maar hier zie je net als bij SimCity eigenlijk een soort zoning waar je kan maken. Residential zone, waar kunnen mensen gaan wonen? Nou, ik ga dat nu alvast indelen een beetje. Mensen mogen om het city center heen gaan... Oh, een beetje lek. Heen gaan werken. En dan hier niet. Nou, in het begin willen mensen hier toch nog niet wonen, want er is niks. Maar dit lijkt me een mooi begin. Ik kan dus verder geen wegen aanleggen en ik kan geen huizen fysiek bouwen. De bevolking die hier rondloopt moet zelf bedenken van... Hey, ik vind het hier zo tof, ik wil hier een huis bouwen. Dat is even wennen. Daardoor is je stad ook niet super symmetrisch en dat soort zaken. Maar goed, uiteindelijk krijgt het wel een vorm. En die, ja, een eigen unieke vorm zelf. Je kan natuurlijk een beetje sturen door dit te gaan doen en wel wegen te maken. Maar ik vind het prima om die mensen lekker los te gaan laten gaan en hier zelf een plekje uit te mogen kiezen. We hebben ook een extraction zone. En extraction is best belangrijk in deze game. Je moet, voordat iemand aan de slag gaat, moet je ook aangeven dat hij aan de slag mag gaan en waar hij dat mag gaan. Bijvoorbeeld, hier komt dadelijk een gathering hut. Daar komt een besjesverzamelaar bij. Je moet wel toestemming hebben om deze besjes te gaan verzamelen. En dat is hetzelfde met bomen. Ik heb hier een lumberjack neergezet. En ik wil eigenlijk dat hij eerst deze bomen gaat kappen. Omdat hier huizen moeten gaan komen. Dus ik zeg, gather hier maar. Hoppa. Forbidden land hebben we ook. Dat is waar mensen niet mogen komen. Gewoon letterlijk, jullie, ja, de pleb zijn hier niet welkom. Zo moet je het zien. Ik wil een beetje een rap tempo gaan bouwen. Dan moet ik eerst mijn... hoe noem je dat? Mijn bevolking ook nog banen geven. Ja, unemployed. Ik hoop dat jullie dat zien staan. Jolande bijvoorbeeld mag builder worden. We moeten vooral gaan bouwen. Ik heb even drie bouwertjes. Hup, de tijd loopt. James mag voor mij een houthakker gaan worden als dat klaar is. En wat hebben we nog meer? Een harvest berry. Ja, forager hebben we ook nog nodig. En gewoon nog een woodcutter. En misschien nog even wat meer bouwertjes. Go. Nou, dit is het begin van ons stadje. Dorpje, hoe je het wil noemen. Rap tempertje. Je kan ook door op dit... Oh. Door op dit... Nee, dat lukt niet wat ik wil zeggen. Hier. Dit pijltje geeft deze building priority. Dus dan gaan alle mensen zich hiermee bezighouden. Spreekt voor zich. Ik weet niet of de UI te zien is. Ik hoop het. En anders heb ik pech. Ik zou me niet te veel meer met de UI bezighouden. Het spreekt behoorlijk voor zich. Dus ook hier resources die er zijn. Hout, tools, berries en gold op dit moment. Dat wordt na een tijdje meer, hoe verder je komt. Want hier zie je bijvoorbeeld ook buildings die nog niet unlocked zijn. Zoals een sheep farm. Dus we kunnen wol gaan genereren. Weaver hut, kleren. Kleren die we kunnen verkopen. En ja, het wordt nog wel meer hoor. Het is, de alpha is wel behoorlijk speelbaar op dat vlak. Het kan al diep gaan. Oké. Kijk, we hebben twee mensen nu werken die berries verzamelen. Dat is heel vet. De builders zijn ook goed bezig. We hebben nog zelfs mensen die stilstaan. Ik wil even kijken wat het belangrijkste is. Ik zet hem even op pauze. We hebben een warehouse en wel een sawmill. De sawmill is behoorlijk belangrijk, maar een stonecutter camp is ook niet onbelangrijk. Met control en de muis draaien de tent. Of het gebouw, whatever.
Ik vind dat mooi om die gebouwen een beetje realistisch neer te zetten. Maar waar zou je nou een tent neerzetten? Misschien. Oh. Oké. Okay. Kijk, 5 tools en 10 wood. Ik vind 5 best wel veel. Ik zet deze even op pauze. Ik moet denk ik eerst iets anders gaan doen. Want er is een andere manier om aan tools te komen. Want die kan ik in het begin natuurlijk nog niet maken. En dat doe je door de trade route op te zetten. Maar voordat we die trade route kunnen opzetten, moeten we hem unlocken. En dat kost ons 20 planks. Voor planks hebben we natuurlijk een sawmill nodig. Dus het belangrijkste is dat we nu hout gaan genereren. En die kunnen gaan omzetten in planken. Dus wat ik doe is hier een sawmill maken. En hout gaan gatheren. Hoeveel houthakkers hebben we? 3. Ik vind dat we nog een beetje veel builders hebben. Ik heb nu 3 builders, dat vind ik een beetje overdreven. Zo, jij mag straks planks gaan genereren. Dan hebben we 2 builders op dit moment. Lekker aan de slag kunnen gaan. Wat ben jij aan het doen? Je bent ook een builder, maar jij doet gewoon niks. Oké. Ga je ook maar even berries verzamelen dan. Het leuke vind ik wel dat ze allemaal een pakje aankrijgen als iets, als ze een profession gaan uitvoeren. Dus deze man of vrouw, ik weet niet wat het is. Dat is George, want hij is 20 jaar oud. Hij heeft een hoedje opgedaan. Hij gaat lekker berries verzamelen. Helemaal top. In de alfa zijn die berries en de stenen nog onuitputbaar. Dus ja, dat is een beetje gek. Maar het is nog wel makkelijk voor het spel, denk ik, voor de devs om de balance nog oké te houden. Wat er... Sorry. Wat er wel natuurlijk... iets om over na te denken is dat één zo'n struikje met 3 werkers produced maar een bepaald aantal berries. Dus als je de stad zo groot wordt, moet je uiteindelijk wel meer berries gaan verzamelen. Zoals hier bijvoorbeeld. Het leuke is ook, je kan geen wegen maken. De wegen ontstaan doordat jouw mannetjes, jouw citizens, van A naar B lopen. En dat moeten ze op sommige routes heel vaak doen en soms maar heel even. En als ze een route stoppen te bewandelen, dan verdwijnt dat pad ook. Hier zie je bijvoorbeeld een heel klein dustachtig al ontstaan, omdat deze berrymens, of deze berry gatherers zich verplaatsen, zoals je hier ziet. Maar deze weg bijvoorbeeld, die bijna iedereen moet nemen, omdat ze ook naar het city center willen om dingen op te slaan, is al behoorlijk mooi geworden. Het is al, ja. In de alfa is het nog niet mogelijk om stenen in de grond te leggen, dus ik neem aan dat dat allemaal nog komt. Wat is hiermee aan de hand? Oh, deze persoon heeft steen nodig. Nou, over steen gesproken, daar heb ik hier eentje voor klaar liggen. Die krijgt tools. Oh, deze heeft ook steen nodig. Kijk. Dan geef ik dit even priority. Hup, gaan we bouwen. Als jullie vragen hebben over deze game, laat het me weten. Dan probeer ik ze allemaal te beantwoorden. Je kan mij tweeten altijd of onder deze video reageren. Dat is misschien wel het allermakkelijkst. Zoals je ziet gaat het soms een beetje langzaam. Nou, dan kan je ervoor kiezen, we gaan wat sneller. Je kan 2 keer de tijd vooruit spoelen, maar hij kan ook 5 keer. Dus er is geen zin om op te wachten. Om te wachten op de Stonecutters Camp, speed je het gewoon even op. Hier zie je ook weer een weg ontstaan. Ja, het zit goed in elkaar. Jullie kennen de Anno Games waarschijnlijk wel, hoop ik, van Ubisoft. Van Blue Byte. En die komen dit jaar als het goed is. En misschien begin volgend jaar als het, ik weet nog niet, de release is nog niet 100%. Maar in ieder geval Anno 1800 is dat. Het is ook zo'n soort city builder, speelt zich af in iets later. Dus rond 1800, om het zo maar te zeggen. En deze game gaat dat misschien wel overtreffen. Want het Anno-kunstje is leuk hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar als ze niks nieuws doen in die game, wat deze game wel doet, en dat ga ik jullie straks laten zien wat dat precies is. Dat is namelijk dat je je eigen gebouwen, eigenlijk je speciale gebouwen, je monumenten, noemt deze game, kan je zelf helemaal creëren.
Dus straks moet ik een landlord house maken. En dat huis... Even wachten hoor. Even wat mensen signen voor... Als stonecutter. Hop. Eentje is wel even genoeg nu. Ik heb nog niet heel veel steen nodig. Maar dan kan je dus je eigen gebouwen kan je gaan customizen. Ook als ik een kerk neerzet. Ik mag die kerk helemaal... Nou, niet helemaal, maar ik mag hem in verschillende stukken mag ik hem designen. Dus je hebt een hoofdgebouw en daar kan ik een extensie aan doen met een bepaald soort toren. Met een bepaald soort belgeluid. Dus je kan het helemaal zelf gaan customizen. En dat maakt deze game best wel uniek. Het is niet zomaar van, hey, bouw een kerk. De game verzint hoe die eruit ziet. Nee, jij hebt echt een soort project ga je aan met je dorp. Je gaat er rekening mee houden. Dat heel veel resources kost. Dus je moet eerst resources gaan sparen. En dan ga je dat ontwerpen. En uit dat ontwerp ontstaat uiteindelijk iets unieks. Zodat je stad echt een eigen persoonlijkheid krijgt. En dat vind ik onwijs, onwijs vet gedaan. Dat is iets wat ik bijvoorbeeld heel erg mis bij de NO games. Waar je natuurlijk hele mooie steden kan bouwen. Het allemaal heel symmetrisch is. Wat ook wel fijn is, maar ook wel niet. Je kan bijvoorbeeld niet eens een diagonale weg maken. Dat bestaat daar niet. Terwijl vroeger... je moet het niet altijd vergelijken met het echte realisme. Maar vroeger had je niet van die blokken steden, om het zomaar even te zeggen. Dat mis ik echt heel erg bij NO. Maar volgens mij is dat een engine technisch iets. Ik wil gewoon dit soort... Ik vind het prachtig hoe dit soort wegen ontstaan. Het is gewoon precies hoe dat inderdaad gebeurt. Je loopt over gras. Het wordt modderig. Of het verslijt. Het krijgt een ander kleurtje. Simpel, maar geniaal. En daardoor krijgt dit... Ja, iedere stad krijgt een eigen eigenschap. Je wordt er een soort echt verliefd op. Ik ben ook benieuwd hoe het er nu uit gaat zien. Ik kan het niet echt plannen. En dat vind ik mooi. Ook iets anders in de game. Immigratie. Er komen, als het goed is, over 44 dagen. Zoals je hier ziet, linksboven. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Maar hier geeft ze aan. 8 immigranten komen over 44 dagen aan. Die zijn dus een tocht aan het maken naar mijn land. Wat natuurlijk super eervol is. Je kan dat ook uitzetten als je dat niet wil. Als je niet klaar bent voor nieuwe mensen, kan je dat uitzetten. Maar ik vind het juist een van de leukste dingen van de game. Omdat je zo heel snel kan groeien. Anders zou ik moeten wachten totdat mijn villagers nu allemaal kinderen krijgen en dat soort zaken. Oh, kijk. Ik ben nu eens heel doms vergeten. Ik wil natuurlijk dat ze steen gaan gatheren. Maar ik heb de zone niet aangegeven dat ze dat mogen extracten. Dus er gebeurt ook niks. Dat is een stomme dingetje. Als het goed is, kijk, nu stenen en kan mijn sawmill eindelijk gemaakt worden. Ook heeft deze game onwijs lekker schattig gehalte. Vind ik geweldig. Jullie merken, ik ben erg enthousiast. Het moet zich nog allemaal bewijzen hoor. De alfa is leuk, maar we zijn er nog niet. In ieder geval, support naar deze game geef ik wel. Een dikke, dikke pluim voor de... Voor de developers. Voor het idee, uitwerken van het idee. Het is namelijk een Kickstarter project geweest. Het is gewoon gefund door, door het publiek. Workplace is full. Oké, dat is ook goed. Dat betekent dat we nu berries kunnen gaan verkopen. Daar wacht ik altijd even op. Dan weten we zeker dat we genoeg hebben. Berry market. Kijk. Berries kunnen wel verzameld worden, maar nog niet verspreid onder de bevolking. Om het zo maar even te zeggen. Dus wat doe je dan? Je bouwt een marktje. En die mag van mij wel even voorrang krijgen. Zo, en als het goed is worden mensen nu ook blijer. En gaan ze misschien wel denken van, hey, ik ga je een huis neerzetten. Zou leuk zijn. Ze hebben water in ieder geval. De dairy market is ook bijna klaar. Huppa. Dan ga ik nu... Een woodcutter even promoveren naar een market tender. Want die berries moeten dus door iemand natuurlijk uitgegeven worden. Nou, Winona gaat dat doen hier. Super kicken. Kijk, die neemt berries mee en die zegt, ik heb een bel vast, pas op. Mensen kopen dat en dat geld... Dat... Oh, ik heb zelfs... Buildings unlocked. Maar dat geld gaat gewoon rechtstreeks naar mij. Super fijn. Ik heb 4 nieuwe buildings erbij.
A weaver hut, a sheep farm, clothes hut market. Oké. Kikken. En over 6 dagen komen de nieuwkomers binnen. Dat zijn er 8. Moeten we gaan klaarmaken voor nieuwe mensen. Dat vind ik helemaal niet erg. Kan ik wel gebruiken namelijk. Hier is nog 1 steen voor nodig. Lily is de steen aan het brengen. En dan is onze sawmill ook af. En dan kunnen we eindelijk gaan denken aan de trade route. Ik wil die trade route zo graag hebben, omdat ik dan zeker weet dat ik tools blijf houden. Als je geen tools hebt, dan ga je ook nergens komen. Tools heb je gewoon nodig om dingen te bouwen. En die kun je pas later in de game echt zelf creëren. Dit is een woodcutter die ik mag van mij. En wat wilde ik ook alweer? Planken gaan maken. 1 iemand verzamelt berries. 1 iemand geeft ze uit. De 2 stonecutters. Dat is misschien een beetje veel. Alhoewel, voor nu prima. Ik ga met de houthakkers. Hebben we er 1. We hebben genoeg hout. 86 houtjes. Dat is enorm veel. Oké, nu is de kunst. Oh, kijk. Even tussendoor. Iemand is blij. Die heeft een huis gebouwd. En hier hebben we er nog even 3 bij. Dat komt natuurlijk omdat ik voedsel uitgeef en water. En met voedsel en water denken mensen van, hey, het is hier safe. Hier kan ik wel een familietje bouwen. En ik heb hier werk, dus we gaan hier wonen. Boom. Why not? En we zijn nu ondertussen ook alweer een tijdje bezig. Dus ik vind het al tijd om deze episode alvast af te sluiten. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. We gaan natuurlijk meteen door met een andere. Episode 2. En bij episode 2 gaan we denken aan kleren maken. En misschien wel al ons eerste huis van de landlord. The Lord Manor heet dat. We gaan het zien. Mensen zijn blij. Ik hoop dat jullie blij zijn. Laat even dat duimpje achter als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, laat het dan ook even weten. En ik zie jullie de volgende aflevering. Bye bye.